Vandaag is besluit genomen om SNS te nationaliseren. We hebben zorgvuldig alle alternatieven bekeken. Daar zijn we de afgelopen weken druk mee geweest. Na lang wikken en wegen hebben we moeten vaststellen dat deze route de enige juiste keuze was. Ik begrijp heel goed dat heel veel mensen het geen prettig idee vinden dat opnieuw een bank in nood moet worden geholpen. Zo'n besluit probeer je met elkaar ook te vermijden. Het gaat opnieuw om miljarden belastinggeld. En dat hadden we natuurlijk met z'n allen liever aan andere dingen uitgegeven. We hebben er in het kabinet een aantal keer over gesproken. Er is ook vertrouwelijk met de Kamers overleg geweest. En vanochtend vroeg heeft uiteindelijk de minister van Financiën op basis van alle informatie in overeenstemming met mij de knoop definitief doorgehakt. En dat heeft uiteindelijk geleid ook tot de persconferentie vanochtend om 8:30. De Nederlandse overheid staat voor de stabiliteit van de Nederlandse bankensector en de veiligheid van het geld van Nederlandse spaarders. Het omvallen van SNS zou beide in gevaar hebben gebracht. En daarom konden we en kunnen we niet afzijdig blijven en moesten worden ingegrepen. Het gaat om 1,6 miljoen spaarders, het gaat om 1 miljoen rekeninghouders. Dit ingrijpen had ons uiteindelijk met z'n allen meer gekost. Bovendien komt er nu een duidelijke en stevige bijdrage van banken en aandeelhouders. De belastingbetaler draait er dus niet alleen voor op. Door nu deze stap te zetten, zorgen we ervoor dat spaarders en klanten erop kunnen vertrouwen dat hun bank vandaag, morgen, maar ook overmorgen, gewoon zijn werk kan blijven doen.